boswachter Frans Eringveld dacht naar het afscheid van een collega te gaan. Maar kwam er al gauw achter dat hij het middelpunt bleek te zijn. Samen met de burgemeester van Schagen mocht hij een bord onthullen. En stond oog in oog met zijn eigen Frans Eringveld. Frans, van harte. Ja, dankjewel. Ja, wat een eer. Ja, zomaar. Ik wist van niks. Maar dat word ik zomaar in het zonnetje gezet. Ik neem nu afscheid, dus ik vond het een heel mooi afscheidscadeau aan Frans. En weet je, als je hiermee wacht totdat iemand weg is, dan is het ook jammer dat hij niet meer kan genieten van dat dit moment er voor hem is. Hoe erg verdient hij dit veldje? Nou, heel erg. Dit is echt zo'n, ja, hoe moet ik zeggen, ouderwetse boswachter. Zijn vader was al boswachter. Tussen de bomen opgegroeid, tussen de dieren opgegroeid. Gewoon een en al natuurmens. Frans werkt al 45 jaar voor de natuur in Noord-Holland-Noord. En maakte al veel mee. Van de aanleg van de kerf bij Schorrel. En natuurlijk alle heftige duinbranden. Het was ook voor het eerst dat toen we die branden hadden, dat ik echt een collega zo betrokken zag. Dat hij gewoon stond te huilen bij het verbrande gebied toen. De Pettemerduinen zijn Frans' grootste liefde. Hij woont er en daar heeft hij nu zijn eigen veld, op het mooiste plekje. Pettemerduinen is gewoon een heel leuk klein gebied. Klein, maar heeft van alles. We hebben hier, zoals je ziet, de prachtige duinen liggen op de achtergrond. Heideveldjes, stukjes water, dennenbos. Wil je in een half uurtje heel veel natuur zien, moet je naar Petten komen. Hoe vaak gebeurt het dat een boswachter een eigen veldje krijgt? Meestal zijn ze dan dood, maar ik ben nog in leven, gelukkig. Ja.